Les 4, laatste deel, buiging aan rechthoekige en ronde openingen, wat we kwalitatief gaan behandelen. Er komen een paar formules langs, maar niet zo veel. Buiging aan een vierkante opening als eerste, of eigenlijk is dit een rechthoek met breedte A, hoogte B. En hier zien we dan het buigingspatroon. Dit is van een vierkante opening, dus B en A zijn dan hetzelfde. En we zien hier eigenlijk niks anders dan een buigingspatroon. Nog een buigingspatroon wat je eigenlijk met elkaar vermenigvuldigt. En hier hetzelfde plaatje nog een keer wat langer belicht. Je ziet hier heel veel buigings, hogere orde buigingsmaxima. En hier ook. En je ziet dat ze er hier ook zijn, maar ze zijn niet zo helder. Uiteraard niet, hè. Dat is, uiteraard, daar komt gewoon wat minder. Hier hebben we dan het resultaat van als je gaat berekenen hoe dat eruit zou moeten zien. De intensiteit is eigenlijk niks anders dan de sinc kwadraat in de ene richting keer de sinc kwadraat in de andere richting. Dus dat is eigenlijk een redelijk eenvoudige berekening. Hè? Merk op dat we voor beta hier deze richting hebben gekozen en alpha dat is deze richting. En als je dan bijvoorbeeld een positie op het scherm zou willen weten, dan heb je... Nou, bij alfa hoort een hoek, hè? Want alfa dat is hetzelfde als pi delen door de golflengte maal a, dat is in dit geval dus die, de afmeting van die opening, keer sinus en dan een hoek langs deze richting op het scherm. Dat zou theta kunnen zijn of je mag hem ook phi noemen of wat dan ook. Dus we hebben twee hoeken en als je die hoeken weet, dan kun je daarbij die hier invullen en dan kun je de intensiteit berekenen. Nou, als het zo eenvoudig is, dan kunnen we dat makkelijk laten berekenen door Excel. En dat hebben we hier ook gedaan. Hier hebben we een tweedimensionaal plaatje. Of ja, gewoon dit is de verticale richting, hier oranje. En die is hier, nou we kunnen hem even aanpassen. Laten we zeggen dat dit zes keer. Nou, dat zien we nog niet zo heel veel veranderen. Dat komt omdat dat gaat over een dubbelspleet, dus meerdere spleten. Als we deze aanpassen, dan zien we de blauwe veranderen, dus dit is inderdaad de blauwe. Nou, we hadden hem 6 gemaakt, of wat was het? Nou, het was 4 geloof ik, hè. Maken we even 4. 4 keer 10 tot de macht min 5 en we zien hier de breedte van de spleet, die is hier die is 3 keer zo groot als die andere, waardoor het buigingspatroon uit rode 3 keer zo smal is geworden. En als we dan kijken, hè, dit was dus de horizontale richting naar het interferentiepatroon, dan zien we inderdaad in de horizontale richting dat het buigingspatroon een stuk smaller is dan in de verticale richting. Dit zijn eigenlijk dezelfde plaatjes, alleen is het hier, zijn de kleuren zo gekozen dat als het minder helder is, dat het toch goed zichtbaar is. Oké, dan zouden we ook kunnen kijken wat er gebeurt als ik meerdere spleten heb. En daar raakte ik net al een beetje mee in de war. We hebben hier een, laten we zeggen, een dubbelspleet in verticale richting. Dus laten we eerst even een stapje terug. We hadden een rechthoekige opening waarvan de hoogte smaller was dan de breedte. Dus dat verschilt een factor 3. Dat kan ongeveer dit zijn. En we maken hier nu een dubbelspleet van. Waarbij de afstand tussen die dubbelspleten 6 keer de afstand van de breedte. Hè, de breedte van die spleet is. Dus nu hebben we in de blauwe lijn, dus verticale richting, dat de hoofdmaxima van door interferentie bij zijn gekomen. En we zien dat de zesde uitgedoofd is. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 is uitgedoofd. Nou, hoe ziet het interferentiepatroon er dan uit? We zien in deze richting eigenlijk de buiging, dus in verticale richting. Nee, de buiging en de interferentie. En in verticale richting is er alleen maar het buigingspatroon te zien. En zo zou je kunnen spelen met, stel dat er hier nou 3 spleten zijn met de spleet, de afstand van 3 keer zo groot als de breedte. Wat krijgen we dan voor patroon? En dat ziet er dan als volgt uit. Nou, speel er zelf ook een beetje mee en ik ga weer verder met de cirkelvormige opening. En die is van belang omdat die de meeste foto's of beelden die wij zelf zien, dat is licht wat door een cirkelvormige opening gaat.
Ook de camera waar ik dit mee film heeft natuurlijk een cirkelvormige opening. En door een cirkelvormige opening treedt buiging op. En dat zorgt ervoor dat er ook een buigingspatroon op het netvlies van mijn oog terecht komt. Of op het netvlies van mijn camera. En dat heeft toch... dus ik kan niet oneindig scherp iets afstellen. Omdat er door die buiging een verspreiding van het licht komt. Nou, hoe ziet dat eruit? Het lijkt... dat buigingspatroon lijkt op de sync. En dat is het niet. Het is net een iets andere functie. We zien hier een doorsnede als we gewoon de hoek naar buiten toe nemen op het scherm. En hier zien we een soort van 3D grafiek. Er zit een middenhoge piek en dan een ring eromheen. Dat is eigenlijk, het correspondeert met deze hoogte. En hier een volgende ring, et cetera, et cetera. Alleen die ringen die worden natuurlijk wel steeds minder helder. En hier zien we dan de buiging van van een rode opening. Of tenminste van rood licht door een cirkelvormige opening. En de intensiteit van het midden is dus een heel stuk groter dan die eerste ring. Maar hier zie je dat, er is overbelicht geweest dat die niet ook veel feller is dan die buitenste ring. Ze zijn ongeveer even fel zelfs. Maar dat is voor deze figuur handig, want hierin wil ik laten zien wat dan een veel besproken maat is. Dat is de Airy Disk en dat is de straal van die eerste buigingsminimum, zeg maar. Dat is een cirkel, eerste buigingsminimum cirkel. Nou, goed, je snapt wel wat ik bedoel. En die straal die is eenvoudig te berekenen met deze formule hier zo. Nou, A is de straal van de opening. R is de afstand tot het scherm. En lambda is de golflengte. En die 1,22 die komt voort uit de berekeningen aan zo'n opening. Hebben we er ook een plaatje bij. Ja, hier zien we nog een keer R. En we zien inderdaad A, de straal, de golflengte en... wat is er nog meer? Die straal die staat daar natuurlijk niet in. Maar deze hierin zien we die straal wel. Nou, als we een lens hebben, en dan moet je je voorstellen dat we het gaan berekenen voor het oog of voor een camera. En we hebben een afbeelding in het brandvlak. Nou, dat is nagenoeg altijd zo als ik met mijn oog ergens naar kijk. Hè, want voorwerpsafstand is altijd een heel stuk groter dan de beeldafstand. Dus dan zal die beeldafstand vaker samenvallen of heel dicht bij het brandvlak liggen. Als ik op een grote afstand fotografeer, is dat ook zo. Dus dan is dit het zinvol om deze invulling te doen, dus over vereenvoudiging te doen. R is dan dus de brandpuntsafstand geworden. En D is niks anders dan de diameter 2a. En dit is een veel gebruikte formule voor het bepalen van hoe groot dus een iets wordt afgebeeld op het netvlies of op een... gevoelige plaat van een camera. Nou, als we nou een onderscheid willen maken in wanneer we dingen nog wel zouden kunnen onderscheiden of niet zouden kunnen onderscheiden, kunnen we eigenlijk daar van alles voor kiezen. We hebben hier bijvoorbeeld een groen punt. Groen en rood kunnen we misschien wat makkelijker van elkaar onderscheiden, maar dit is om die duidelijk van elkaar te kunnen blijven onderscheiden terwijl ik ermee schuif. Je zou kunnen zeggen, dit is een mooi criterium. Als die eerste minima samenvallen, dan zitten stippen echt naast elkaar. Dus dan kan ik het nog onderscheiden. Nou, er is een meneer Rayleigh geweest en die is wat iets optimistischer geweest over het menselijk vermogen. En die zegt, deze afstand, waarmee eigenlijk het middelpunt van de ene samenvalt met de straal van de Airy Disk van de ander. Dit is nog wat wij van elkaar kunnen onderscheiden. En je moet je daarbij realiseren dat dit natuurlijk een steile piek is, waarbij de intensiteit hier veel groter is dan naar buiten toe. We gaan dat zo nog in andere plaatjes zien. Dus dit is wat we het Rayleigh-criterium noemen. Dit heeft volgens mij ook een naam, maar die ken ik niet. Als ik het met rood doe, dan zie je dat het al wat minder goed te onderscheiden is. Maar dit is nog wat waarvan we zeggen, dit kan nog net.
Oké, okay. Nou, dat Rayleigh criterium is dan eenvoudig, hè. Voor een lens is het hier gegeven. Die minimale afstand tussen die punten op het scherm mag zijn 1,22f lambda gedeeld door d. Dezelfde formule als daar. En hier zien we dan nog een keertje een geometrisch plaatje waarbij we dat zien, hè. We hebben hier een lens en hier is dan die minimale afstand tussen die vlekken op het scherm. Hier zien we, die plaatjes die horen hierbij. Wanneer het duidelijk te onderscheiden is, dit is Rayleigh criterion. En hier overlapt het zoveel dat we het niet meer echt kunnen onderscheiden. Dus hiervan kunnen we nog zeggen, 2 pixels, nou hier is het sowieso duidelijk. Hier nog een ander plaatje ervan. Even kijken, hier zien we gewoon een enkel plaatje. En dit is nog net, of nou nog net, dit is het Rayleigh criterion, die afstand. De centra vallen samen met de buigingsminima. En hier zien we mooi, dat zien we trouwens hier ook, dat het in het midden een stuk helder is en dat hier dus het toch nog ook wel wat donkerder wordt. Nou, dit kunnen we onderscheiden. Een truc die we zouden kunnen doen, of die we kunnen doen, is juist wanneer we bijvoorbeeld zo'n gepixeld plaatje zien als hier, is het door een beetje vaag te kijken dat we juist overlap hebben van die gebieden, kunnen we soms zo'n gepixeld plaatje makkelijker onderscheiden dan wanneer we het zo groot zien. Dus het kan zijn dat je er nu nog niks in ziet. En wat ik ga proberen te doen is het plaatje wat blurren. Kijk, je ziet hem nu al als ik hem 10 pixels blur. Nou, op het moment dat ik hem wat meer begin te blurren, dan beginnen dus die beeldvlakken over elkaar te verschuiven. En dan zou het kunnen zijn dat je er makkelijker in herkent wat het eigenlijk is. Oh, dat gaat wel heel snel. Nou, ik vind hier ben je eigenlijk die pixels kwijt. En ik kan hier in ieder geval makkelijker in zien wat het is. Maar ik weet natuurlijk ook wat ik moet zien. Dit was het. En dit is wat het zou moeten zijn. Dit is natuurlijk niet geblurred, maar het originele plaatje. Oké, okay, terug naar de orde van de dag. We zijn klaar. Dat is mooi. Doei!